Edwin van der Looij, wat kan er in 4 dagen waarin je 6 punten, competitiepunten binnenhaalt, een hoop veranderen? Klopt. Dan sta je er in één keer iets rianter voor. Ik moet zeggen, ja, voor ons kwamen de punten ook niet helemaal uit de lucht vallen. Natuurlijk niet op deze manier met een thuiswedstrijd tegen AZ zo. Maar al langer zag je wel dat, volgens mij, dat er wel stijgende lijn in het team zit. Alleen ja, de buitenwereld wil het toch altijd pas opmerken als het met punten gepaard gaat. Dus dat is gelukkig gebeurd. 32 punten op dit moment. Nog 1 wedstrijd winnen en je bent er. Ja, nou ja, zo kijk ik niet. We hebben nog 5 wedstrijden. We hebben een goede serie gehad. We zitten er goed in, vind ik. We moeten gewoon doorgaan en kijken waar het schip gaat stranden. En gewoon iedere wedstrijd goed spelen. We spelen zondag voor een uitverkocht huis. Het lijkt me gewoon prachtig. Op een zondagochtend 11:45 vol huis. En dan moeten we gewoon weer gas geven. Hoe moeilijk is het om wat je hebt ingezet met je ploeg, om dat nu, nadat je dus nu al 32 punten hebt, om dat voor te zetten? Ja, eigenlijk zou dat niet moeilijk moeten zijn, zeg je, van de buitenkant. Alleen, je weet allemaal, als het goed gaat, soms is het een beetje mensen eigen om af en toe wat gemakzuchtig te worden. En dat kunnen we ons zeker niet permitteren, dat is duidelijk. We waren goed omdat we het samen hebben gedaan, omdat we keihard hebben gewerkt, omdat we met een goed plan hebben gespeeld. En daarom hebben we die wedstrijden gewonnen die we gewonnen hebben. En we moeten ook wel beseffen dat we, als we dat niet doen, dat we ook gewoon een middelmatige ploeg zijn. Maar als we het wel doen, dan zijn we ook lastig te kloppen. Noord-Gedongen, 2 veranderingen in het team. Nou ja, we hebben in ieder geval Brian weer terug. Dus dat is positief. En we hebben ook 2 schorsingen helaas erbij. Met Justin en met Thomas. Dus die kunnen niet spelen. Betekent dat ook de Emiel en Jannes nog niet zover zijn? Nee, Jannes heeft vandaag weer voor de eerste keer meegetraind. Een deel. Die gaat het zondag ook nog niet halen. En Emiel heeft nog niet met de groep getraind, dus die haalt het ook niet. Dus we hopen dat zij na de bekerfinale, na dat weekend, dat ze er weer bij zijn. Is het een mooi gegeven dat op het moment dat je van Heerenveen wint, dat je ook over hen heen wipt? Nou, dat is altijd mooi. Kijk, we willen zo hoog mogelijk op de ranglijst komen. We willen zoveel mogelijk punten halen. Ik denk dat het ook nog met televisiegelden wel belangrijk is voor de club. Dus er zijn heel veel dingen om voor te spelen. En ik vind iedere plek op de ranglijst die je hoger gaat, kan gaan, die moet je natuurlijk volle bak voor gaan. Wat vind je van de ploeg Heerenveen? Ja, ik vind de ploeg Heerenveen individueel gewoon goede spelers hebben. Maar ik vind het ook een ploeg die wisselvallig is. En bij Vlagen halen ze echt een heel goed niveau. Zeker hun linkerkant is gevaarlijk. Maar bij Vlagen zakken ze ook soms weg in wedstrijden of in delen van wedstrijden. Dus het is een beetje wisselvallig, maar er zit echt wel behoorlijk wat kwaliteit in. Betekent dus dat het publiek, wat hier dus zondag in volle getale opkomt dagen, een lekkere wedstrijd kan zien? Ja, ik hoop het wel. Daar gaan wij in ieder geval alles aan doen. Dus ik vind dat we agressief moeten spelen weer, wat we de laatste weken thuis doen. Tegenstander niet te veel mogelijkheden geven om te laten voetballen. En echt de strijd aangaan. Er een mooie pot van maken. Daarvoor komen die mensen ook. En de laatste weken thuis denk ik dat die wisselwerking tussen het publiek en de ploeg, waar ik het al veel vaker over heb gehad, dat die er ook echt was. Aan ons en ook natuurlijk een beetje aan het publiek om dat vol te houden.